Hallo, ik ben Somaya. Ik zit op het Nova College Amsterdam. Ik wil het vandaag over de nieuwe buurtboek hebben. Ik vind hem best wel een leuke boek en een interessant. Ik heb hem in het begin van het jaar gelezen toen ik pas een half jaar in Nederland ben. En ik vind hem leuk omdat de boek gaat eigenlijk over een moslimmeisje die op een buurt gaat wonen waar alleen maar Nederlandse mensen wonen. En daar wordt ze gepest. En ik vind het leuk ook als jullie deze boek gaan lezen. En ik weet zeker dat jullie ook de boek leuk vinden als ik. Onweerstaanbaar. Dat is de beste omschrijving voor de Hongerspelen-trilogie van Suzanne Collins. Zodra je begint te lezen, kan je bijna niet anders dan zelf aan de spelen deelnemen. Dit boek heeft alles wat een goed verhaal nodig heeft. Een vlotte schrijfstijl, spanning, humor en zelfs wat tragiek, zonder dat het gaat vervelen. En het beste is nog dat het een trilogie is. Want ik verzeker je, aan één boek over deze personages heb je gewoonweg niet genoeg. 16 uur en 24 minuten. Zo lang heb ik erover gedaan de Hongerspeler-trilogie te lezen. Hoe lang doe jij erover? Hallo, ik ben Ibrahim. Ik heb die boek knalhard gelezen. Dat is een boek dat heeft mijn leven veranderd. Omdat vroeger was ik een beetje agressief. Bijvoorbeeld, ik word snel boos en daardoor krijg ik altijd problemen. Bijvoorbeeld, als iemand ging tegen mij iets slechts praten, dan ging je niet door. Ging je gewoon daar, moest ik of vechten of iets anders doen. Dan krijg ik zelf de problemen, dan verzakte ik zelf. Maar daarvoor, in deze boek heb ik gelezen dat dat kan ook andersom. Bijvoorbeeld, op die tijd kan je even te tintelen of van daar weggaan. Of bijvoorbeeld niet naar de mensen die tegen jou iets slecht doen, moet je luisteren. Dus deze dingen heb ik van de boek gelezen. En dat was echt een positieve ding voor mij. En nu bijvoorbeeld, het is bijna een jaar dat ik heb nooit een probleem gehad nadat ik op het boek gelezen. Ik heb geen problemen meer met niemand. Ik ben gewoon lief, schattenjongen hier. Want dit boek zit gewoonweg vol verrassingen. Telkens wanneer ik dacht, ja, dat is het. Zo gaat het aflopen, zette de auteur me voor schut en liet hij het in een totaal andere richting uitdraaien. Daar komt dan nog eens bij dat hij het verhaal hier en daar een humoristische ondertoon heeft gegeven, wat het geheel een beetje lichter maakt. En dat alles tezamen is simpelweg de reden why I love this book. Boeken interesseren mij omdat dat je aan de alledaagse waanzin kan ontsnappen. Terwijl je leest, kom je in een andere wereld terecht en kan je het zelf veranderen. Dus alles komt aan, heel hard. Zelf weet je niet wat je zou doen, maar je blijft doorlezen. En dat is zo leuk aan lezen. Je weet niet wat jij zou doen, maar de woorden staan er wel. Wat gaat gebeuren?